Geef mij één kogel, Anko. Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag zijn we hier alweer met de vierde aflevering van Road to Champion Division. In deze aflevering probeer ik natuurlijk weer zoveel mogelijk punten te behalen in de Champion Division. En ik ga proberen deze gozer al gelijk te killen. Want die loopt hier. Gratis shield. Yo, man. Thanks. Alright, there we go, boys. We moeten in totaal 25 punten behalen om een rank omhoog te gaan naar de volgende division. Dus daar gaan we natuurlijk voor strijden, deze game. En ik hoop dat we het gaan halen. Het hoeft niet al te moeilijk te zijn. Dus we gaan gewoon weer lekker pushen, lekker rammen en proberen, ja, die nieuwe division te behalen. Mijn nieuwe intro komt er trouwens aan. Dus dan kunnen we dat eindelijk ook weer gaan gebruiken voor de video's. Want het is nu allemaal een beetje kaal, vind ik. Maar we gaan eerst even deze gozer killen. Thanks. There we go. Kom je deze gun? Mag ik hem oppakken? Dankjewel. Dit er ook bij. Zo. Chesje, dankjewel. Kom. Goede loot alsjeblieft. Snipertje. Kunnen we mee door? Kunnen we mee door? It's al raar. Ik hoor iemand. Yep. Dat is ook een gratis kill. Dankjewel. 57 man alive nog. Jezus, wat gaat snel. Mensen gaan echt snel dood nu. We moeten even doorpushen, anders gaan we die 25 punten niet halen in één game. We moeten namelijk 15 kills hebben. Oh, ik zie weer iemand, jongens. We gaan hem proberen te snipen. Jezus, ik ben verkouden nog steeds. Moet je gaan stilstaan? Oké, of ik was echt heel scheef. Ja, ik was echt heel scheef. Oei. YouTube Airdogs. Later. Give me those, boy. Drumgun even meenemen. Ik heb toch een plek over in mijn inventory. Kijken, dat moet daar, dat moet daar, dat moet daar. Dankjewel. We hebben een launchpad. Ik ga die denk ik gewoon gebruiken. Ik wil zoveel mogelijk kills pakken namelijk. Voor de mensen die de Road to Champion Division bekijken. Als jullie meedoen, op hoeveel punten zitten jullie nu? Gaat het nog goed? Gaan er fouten? Laat het achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En laten we deze Road to Champion Division 4 gaan voor de 150 likes. De likes op deze serie is echt enorm veel altijd. Dus 150 likes moet zeker lukken. Dus als jullie nu even een momentje nemen om te liken, kan je ook gelijk commenten. Zou ik super dope vinden. En natuurlijk abonneren als je toch bezig bent. Doe dan gelijk alles. En dan ga ik voor jullie proberen de nieuwe division te behalen in dit potje. Dat moet wel lukken. Ook wil ik iedereen trouwens bedanken die op de Dutch YouTube Gathering was. Het was echt enorm gaaf om mee te maken. Er waren echt enorm veel mensen die ik ontmoet heb. Dus ja, heel dope man. Thanks voor iedereen die gekomen was. We need to find the victim, boys. Can't see anybody. Ik weet niet waarom ik in één keer Engels praat, maar hey. Er is legit hier nergens iemand. Oeh, we pakken de rest wel. Kunnen we lekker snel roteren. Sorry voor mijn verkoudheid. Het spreekt echt heel irritant. Even kijken. Riftje. Oh, maar ja. Dankjewel. Misschien dat er nog mensen in Pleasant zitten. Is altijd wel een drukke plek. Of deze keer niet. Deze keer is het gewoon helemaal dood. Ik zie ook nergens gewoon buildings. Loot Lake. Misschien dat er wat mensen door Loot Lake heen lopen te derpen. Of ook gewoon helemaal niemand. 34 man live, jongens. Waarom? Deze arena games gaan ook al dood. Niemand, niemand, niemand. Ik neem wel gewoon de slips van de drone. Dan kunnen we lekker hoog gaan. En dan gaan we dan weer kijken of we mensen kunnen zien. We moeten wel even door gaan rammen nu met de kills. 11 kills te gaan. Dan kunnen we de nieuwe division te behalen. Als we winnen natuurlijk, moeten we wel winnen. Maar daar ben ik niet al te bang voor. Dat moet wel lukken op zich. Oh, ja. Oh, op de drone. Alright, jongen. Ik kom eraan, ik kom eraan. Heel goed dat je schiet. Heel goed dat je schiet. Oh, nou, dat is dus weer niet de bedoeling. Kom. Kom terug, kom terug. Waar is die heen? Daar. Oh, is het nieuwe?
Papo Gaming. My man Papo Gaming tried. Hij probeert mij gewoon mijn loot te nakken hier en dan weg te gaan. Maar nee. Zo werkt het niet, Papo Gaming. Hoe is even aan je wat? Oh! Oké, gaat nog goed. Nooit, ik kan zeker weer niet bij die loot. Of net wel, ik denk net wel. Give me this, boys. Ja, dank jullie wel. 2 launchpads, 6 kills. Alright, let's go. Keep pushing. Waar, oh waar zijn de mensen? Hoe zit het trouwens met jullie, jongens? Ik ben benieuwd, hè. Of jullie Fortnite nog volop kunnen spelen. Of jullie het echt nog een leuke game vinden. Ik zeg jullie eerlijk, ik ben wel aan het wachten een beetje op een nieuwe hype. Hytale, voor de mensen die het kennen. Een soort van Minecraft 2.0. Het wordt gemaakt door de makers van Hypixel. Ik zweer, dat lijkt me wel een zieke game. Dat lijkt me echt wel een zieke game. En de Trio World Cup komt eraan. Daar heb ik wel zin in, man. Daar heb ik echt zin in. Kunnen we even lekker grinden. Face Barty. Is dead. Give me this heavy snapper. Hallo, Edit. Ja, dankjewel. Oh, nog meer fighters. Come on. Wacht even met elkaar killen. Ik kom eraan. Waar? Ik denk hier. Oh. Hey, waar gaan we heen? Hij zwaait. Follow. Follow deze bitch. Maatje, ik weet dat de sound helemaal fucked up is in Fortnite op dit moment, maar dat hoor je toch wel dat er iemand achter je aan het glijden is, neem ik aan. Ik vind het niet erg hoor, maar daar gaat je game, man. Ik hoorde iemand glijden. Oh, dat is gewoon geglitcht, denk ik. Die sound is gewoon geglitcht, sowieso. We moeten weer even terug naar die andere plek, want daar zijn volgens mij nog mensen aan het fighten. En ik wil die kills niet missen. Dus ik ga daar heel even snel kijken, boys. I don't know wat dit is hier voor... Kijk eens shit onder de kerstboom, morgen, onder die boom. Langspad, kunnen we ook nog even pakken. Nee, daar zit niks. Hier loopt sowieso... Nee, loopt niemand. Rip. Oh, ik zie alweer één. Jongens, wat is iedereen aan het doen? Kijk hem lopen, ouwe. Gaan we gelijk door launchpetten. Oké, iemand drift ook. Die kunnen we daarna pakken. Ram me eerst deze even uit de lucht. Of dood, uit de lucht. Ik loop ook echt bullshit aan rammen, joh. Very nice. Deze man had ook geen sound. Speelde ook zonder headset of zo. Geef me deze maar. SMG'tje vind ik wel lekker. Ik hoor iemand glijden. Kijk, ik heb muziek op en ik hoor deze man nog steeds glijden, jongens. Die andere mensen spelen zonder headset of zo. Kijk of die me door heeft. Easy. Oh, verkeerde loot, die. Even reloaden. Ik werd wel gesniped door iemand, dus die moeten we even aanpakken. Ik weet niet wat hij denkt, dat hij mij zomaar kan snipen. Zo werkt het natuurlijk niet, hè, boys. Ik denk dat hij hier zit. Ik hoor hier iemand. Fortnite 1839. Hè, iemand komt toch net uit zijn gliding? Had deze man geen loot? Of is het allemaal... Oh, dat is allemaal hierheen. Ja, dankjewel. Oh. Mensen. Niet doodgaan. Ik wil jullie killen namelijk, dus niet doodgaan, mensen.
Waar zijn jullie? Oh, daar gaat iemand daar de berg op. Ik heb geen launchpad meer, hè. Moet ik helemaal lopen? Yo, rest in peace. Oh, 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 jongens. Het zijn ook echt letterlijke bots in deze lobby. Het is niet te doen. Maar daarom is het wel lekker. Als je deze games gewoon... Hoe miste ik dat? Als je games gewoon speelt, kan je lekker doorheen rammen. Want je pakt best wel veel kills en wins. Dus je gaat best wel snel door deze punt heen. Hier. Ik heb nu 4 potjes gedaan. 4 afleveringen. En kijk mijn puntenaantal. Oh, wat de hel? Moet je wel je shots natuurlijk hitten, boys. Dat is wel zo handig. Broccoletti of zo. I don't know hoe ik die naam uitspreek. GG's. 13 kills, 10 man. Oh, we kunnen ook nog 20 bommen droppen deze game, man. Als we deze man even snijpen. Woo! Getting close, boys. Give me that snipe. Heb ik een launchpad? Nee, fuck. Hij bouwt ook niet, hè? Hij bouwt gewoon niks. Zit hij nou te healen in het open? There's no way. Oh, ik wil niet gesniped worden. Oh, hij bouwt. Hij kan toch bouwen, wat? Let's go. Oeh, we kunnen nog steeds 20 bommen halen. We moeten weer iedereen killen, net zoals vorige keer. Pushen, 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 boys. Niet elkaar killen, AUB. Oké, rip. Rip 20 bom. We hoeven nog maar 1 kill en hebben wel al die punten behaald als we ook winnen. Dus dan zijn we sowieso door naar de volgende division. Dus daar ben ik al blij mee. Die hebben we dan sowieso al binnen. Als we deze goos even killen en dan winnen. Alright, dan zijn we set. Dan hebben we weer 25 punten gehaald in dit potje. Zo, morgen bloem. Hoe is het? Go, 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 go. Op 5, ja dankjewel. 3 punten nog nodig. Die 3 punten krijgen we als we winnen. Of als we nu even wat mensen killen. Moet ik wel mensen zien. Come on. Oh. Victim. We got a victim. We got a victim. Hit him with the no-scope. 1 kogel, Anko. Oh, als die gehit was, hè. Oh. Wow. Ik ga hem hitten voor Anko. 1 kogel Anko, ik zweer. We gaan het doen. We gaan een noscoopje gooien voor Anko, boys. Als de RNG mee zit. Oh. 1 kogel Anko! Oh, yo. Het hoeft niet per se een no-scope te zijn trouwens. Als we maar gewoon 1 kogel gebruiken. We hebben nu al wat meer kogels gebruikt, maar... Oh, wat doe ik? Geef maar 1 kogel, Anko! Nee, toch niet, jongens. Geef maar 1 kogel! Even reloaden, wacht. Nee, waarom hiel je nou? Hij hield ook echt kapot veel. Ik heb hem wel gehit, hè. Ik heb hem wel gehit. Oh, fuck. Zone komt. Wacht, ik doe het wel even bij die andere.
Oh! Three people remaining. Oh, zo. Oh, als ik daar iemand had gehit, hè. Als ik daar iemand had gehit, hè. Give me one kogel. Oké, dat klonk echt heel raar. Oh. Iemand komt even met een paar trappen naar... Oh, ja, die is nice. Anko. Geef maar één kogel. Oh, waarom nou? Oeh, ik heb weinig mats. Maar Anko, ik zeg het jou nog één keer. Geef maar één kogel. Oh, oh. Oh, geef mij HP, bedoel ik. Oh, wacht. Ik moet dit wel winnen, trouwens. Of ik moet deze verkillen. En dan die laatste maakt niet uit als ik verlies. Want dan heb ik al 125. Oh. Oh ja, veel materials. Alright, let's go. Had hij nog een sniper? Ja, hij had een sniper. Geef maar één Anko kogel. Wat? Oké, heel goed verhaal, dankjewel. Mop. Geef maar één kogel, Anko! We gaan gewoon proberen, ik zweer het je. Geef maar één kogel, Anko! Fuck. Geef maar één kogel, Anko! Waarom hebben deze mensen zoveel shield? Geef maar één kogel, Anko! Geef maar één kogel, Anko! Oh, fuck. Geef maar één kogel! Oh, zo, jezus, doe normaal, joh. Gek. Nee, waarom hield hij weer? Geef mij één kogel, Anko! Oké, dit sloeg echt helemaal nergens op. What the fuck? GG, boys. 19 kills gewonnen. Dat betekent dat we 129 hebben. En dat betekent volgens mij dat we naar de volgende division mogen. Dus we gaan het even checken. We gaan hem even checken, jongens. Mop, laat. Mag wel. Ja, heel leuk dit allemaal. Dit betekent dat wij nu in de Contender League zitten. Eindelijk. Dus we komen nu tegen wat meer competitive mensen. En we kunnen voor rewards spelen. Ik weet niet wat precies, want voor World Cup moet je in Champion zitten. Maar jongens, we zijn goed op weg. We gaan lekker. Dus de volgende aflevering gaan we natuurlijk proberen... om de volgende division te halen. En dat is 46 punten. Dus ik weet niet of we dat gaan halen in één aflevering. Maar we gaan wel ons best doen. Dus jongens, bedankt allemaal voor het kijken. We hadden maar één kogel nodig, hè Anko. Je zag het. Dus bedankt allemaal voor het kijken. En ik hoop jullie heel snel weer te zien. Mijn volgende Road to Champion division. Later.